Vandaag gaan we afscheid nemen van Freek de Jong. Freek heeft vroeger gecrossed. Gewoon een barre man. Niet meer, niet minder. Altijd in wel een geintje. Jonge levensgenieter. Dit verdient hij. We hebben een oproep gedaan op Facebook. We hebben daar een reactie op geplaatst. Of coureur, monteur of wat dan ook aan een crosswagen kan komen. Of die hier aanwezig wil zijn om de laatste eer te bewijzen. Freek was een hele aardige man. Altijd vrolijk, altijd in voor een gekkigheidje. Dus daarom zijn we hier gewoon. Dit doe je niet voor iedereen, toch? Nee, dit doen we lang niet voor iedereen. Maar Freek is toch een heel speciale man voor ons geweest. Altijd hele goede contacten gehad, heel veel dingen mee meegemaakt. Dus ja, dan is dit toch wat het minste wat je kunt doen. Kende jij ome Freek? Ik ken hem niet, maar ik zag het berichtje op Facebook voorbij komen. En ik dacht, ja, dit kan ik niet aan mijn neus voorbij laten gaan. En gewoon, ja, ik zou het zelf ook te gek vinden als dit voor me wordt georganiseerd. Dus daar zijn we graag van de partij natuurlijk. Zegt het iets over de autosporters onder elkaar? In de baan is het haat en nijd. Ze rijden allemaal voor hun eigen puntjes. Maar dit soort dingetjes, dan buiten de baan, dan zijn allemaal heel gevoelige poppetjes. Dus het gevoel zit op de goede plek. Mooi, echt iets moois.